Peter Bos. Dit weekend NAC. Als ik kijk naar de hesjes op de training, dan zie ik wel een basisplaats voor Rojdi Asiënte en niet voor Patrick van Aanholt. Dat heb je goed gezien. Patrick van Aanholt zit op de bank en Rojdi Asiënte gaat spelen? Ja. Waarom? Ik vind dat de ploeg het de afgelopen twee wedstrijden goed gedaan heeft. Ik vind dat Rojdi het goed gedaan heeft. En daarom krijgt hij van mij de voorkeur boven Patrick. Dat is leuk voor Rojdi Asiënte natuurlijk. Heb je het Patrick ook al verteld? En dan vraag ik ook maar meteen, was hij teleurgesteld? Hoe was zijn reactie? Wat denk je? Nou, ik denk wel dat hij teleurgesteld is. Ja, natuurlijk. Dat zou ik ook geweest zijn als ik hem was. Maar het is niet anders. Ik mag 11 opstellen. En ik ga Rojdi opstellen. En ik heb Patrick dat verteld. Ik heb hem dat ook uitgelegd waarom. En daar zal hij het mee moeten doen. Als je dan kijkt naar jullie reservebank, dan zit wel wat. Er zit Piazon, er zit Traoré, daar zit Van Aanholt. Dat zijn grote namen. Het zijn ook 3 huurlingen van Chelsea. Zitten zomaar op de bank. Dat is opvallend. Ja, dat mag jij opvallend noemen. Ik kijk naar het elftal. De trainer stelt zijn beste spelers op. Die op dat moment het beste functioneren, presteren. En dat doe ik ook. Dus vandaar dat ik bij deze elf voor deze wedstrijd uitkom. Kelvin Leerdam trainde ook mee. Ook nog een deel apart. Die is nog niet fit voor dit weekend. Nee. Die zit niet bij de selectie. Zit niet bij de selectie. Nee, vandaag voor het eerst met de groep meegetraind. Dus dat is nog niet mogelijk. Dan NAC. Wat denk jij daarvan? Ja, dat is een ploeg die het ook dit seizoen weer niet heel makkelijk heeft gehad aan het begin. Nu een goede middenmotor is. Thuis speelt. Ik vind NAC uit of thuis altijd wel een groot verschil. Dus we zullen daar een heet avondje tegemoet gaan. Nou, dat is alleen maar leuk natuurlijk.